De vergeefse tocht van Sylvia Millekam langs alternatieve genezers. Gaten in rapportage over vuurwerkramp. Goedenavond, nieuws en achtergronden in Nova. De actrice Sylvia Millekam, die half augustus overleed aan borstkanker, had om te genezen al haar hoop gevestigd op alternatieve genezers. Ze zocht haar heil in zouttherapie, ging naar de gebedsgenezeres Jomanda, wendde zich tot homeopaten en probeerde magneetveldtherapie. 2 jaar lang, maar het mocht allemaal niet helpen. Gewone, reguliere artsen en specialisten zeggen dat ze haar beter hadden kunnen helpen. De discussie tussen voor- en tegenstanders van alternatieve therapieën is erdoor opgeleid. Hetty Nitsch, Sylvia Pilger en Aletta Oosten doen verslag van de wanhopige rondgang van een doodzieke actrice in de bonte wereld van de alternatieve genezers. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij het al het mogelijke gedaan hebben wat binnen onze macht lag om dit te bestrijden. En we hebben tot het einde toe zijn we ervan overtuigd geweest dat we het juiste deden. En hebben we vertrouwen gehad in wat we deden. En daar ben ik ook blij om dat we dat gevoel met z'n tweeën tot het einde toe gedeeld hebben. Ik hou van jou. Grote Godzil, wat heb je gedaan de afgelopen 2 jaar? Rotsvast geloof moet wel heel veel troost bieden om te kunnen opwegen tegen zoveel leed. Mijn vrouw Veronique zei net dat er een grens is aan het respecteren van iemands eigen mening. Is dat zo? We hadden hier gewoon het ziekenhuis in moeten sleuren. Hadden we dat? September 99 ontdekte ze een knobbeltje bij zichzelf in de borst. Ze zijn naar de dokter gegaan, hebben ze onderzocht. En dachten ze eigenlijk dat het zo klein was dat het waarschijnlijk om bindweefsel zou gaan. Houd in de gaten, kreeg ze mee. Een half jaar later bezoekt Sylvia Millekam samen met Nol het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Ze is er niet gerust op. Het knobbeltje in haar borst is groter geworden. Wat ze vreest, blijkt waarheid. Voor een second opinion gaan ze naar het in kanker gespecialiseerde Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Ook hier luidt de diagnose borstkanker. Het was te groot om te opereren. Eerst chemo en bestralen. En dan eventueel een borstamputatie. Ja, daar hebben we. We waren zo beduust dat er geen enkele andere weg meer zou zijn. Toen hebben we bedenktijd gevraagd. Nou, in eerste instantie, ja, dat is niet verstandig. Je moet zo snel mogelijk orde op zaken stellen. Maar ja, na aandringen zei de dokter, ik ga zelf een maand op vakantie. Neem die tijd om erover na te denken. Maar wacht niet te lang. De medisch specialist geeft Millekam 50% kansgenezing na chemotherapie. Maar, zo adviseert hij, laat je in ieder geval behandelen. Niets doen. 100% mis. Alleen operatie. 50% mis. Operatie met bestraling. 20% mis. Operatie, bestraling, chemo. Minder dan 10% mis. Plaatselijk. Zo is het grof weg. Dus die keuzes heb je. Ja, het ondergaan van een chemotherapie vergroot absoluut de kans op genezing. Ja. Ja. Is ook bewezen. Dat hebben we ook bewezen met vergelijkende studies en met zo'n 30.000 vrouwen in de afgelopen 25 jaar. Sylvia heeft mij verteld wat haar tegens waren om chemo te doen. Ik was minder bekend met het gebeuren, chemotherapie. Maar Sylvia had er al vaak over gelezen. Was er ook al in een eerder stadium in de familiekring, had ze daar te maken mee gehad. Ze wist er al het een en ander van. En zij had zoiets van, dat staat zo ver bij mij vandaan, daar kan ik niet aan. Dingen als dat je vroegtijdig in de menopauze terechtkomt en dat is blijvend.
op vliegers de rest van je leven. Resterende leven. De mogelijkheid op een andere plek in je lichaam een andere vorm van kanker terug te krijgen. Had u desondanks toch niet het gevoel dat u haar min of meer moest dwingen om het wel te doen, om haar leven te redden? Ja, daarom hebben we er ook over gesproken. Want ik had toch wel zoiets van, ja, maar luister, Sil. Als dat het enige is, hè, je wil blijven leven zo lang mogelijk, dan zullen we dat moeten doen. Maar na enige gesprekken, hele diepe gesprekken zelfs, en ze mij heeft verteld wat haar bezwaren waren, besloot ik om haar te volgen en achter haar te staan voor volle 100%. Komt het vaak voor dat vrouwen geen enkele vorm van therapie willen? Heel zelden. Heel zelden. Ik denk 1 op de 100. 1 à 2 op de 100. Wat wel voorkomt, is dat ze wel een goede plaatselijke behandeling willen, maar dat ze dan de aanvullende chemotherapie, dat ze daar dan van afzien. Wat dan door ons geadviseerd wordt. Dat komt wat vaker voor. En wat vindt u ervan dat vrouwen elke vorm van behandeling afwijzen? Onbegrijpelijk. Kort. Ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Wij kunnen echt aantonen, bewijzen en nog een keer. Duizenden vrouwen hebben in onderzoeken zich aan studies onderworpen om het bewijs te kunnen leveren dat we met onze behandelingen echt mensen, patiënten, beter maken. Millekamps besluit staat vast. Geen chemotherapie, geen ziekenhuizen, maar behandeling door alternatieve genezers. In 1995, als ze nog niet ziek is, vertelt ze in een interview over haar geloof in bijvoorbeeld homeopathie. Je hebt de reguliere medische toestanden. Je hebt en de gebedsgenezers. En je hebt de gebedsgenezers. Maar daar geloof je toch niet serieus in? Nou ja, het heeft niks met geloven te maken. Ik weet gewoon. Kijk, er zijn van de homeopaten zijn er misschien 80% kwakzalvers. Dat is afschuwelijk. Die liggen mensen voor. Die zeggen ook tegen mensen, je moet niet meer naar het ziekenhuis gaan. Nou, mensen die dat al gaan zeggen, daar moet je niet in geloven. Dan moet je weglopen en denk ik moet een ander hebben. Maar een goede homeopaat zegt, ik denk dat het ziekenhuis zegt dat, maar ik denk dat het daar vandaan komt. Probeer het even en laat het wel controleren in het ziekenhuis. Ja. Nou, als dan blijkt dat het beter is geworden, dan denk je, dat is jou serieus. Dat is mij overkomen. In de zomer van vorig jaar beginnen Millekam en haar vriend aan een lange, wanhopige zoektocht naar iemand die haar kan genezen. Ze beginnen in Zwitserland. Via internet zijn ze op het spoor gekomen van een magnetiseur. In Nederland komen ze in Hilversum terecht, bij Kees Boegem. Boegem is geen arts, maar behandelt wel kankerpatiënten met een zouttherapie. Mevrouw Millekamp heeft een periode van 9 à 10 weken heeft ze dus keukenzout in de vorm van capsules ingenomen. Omdat uit de literatuur en de eerste Sumire wetenschappelijke onderzoekjes blijkt dat keukenzout, wat een lichaamseigen stof is, een remmend effect op kankeractiviteit kan hebben. Bij Millekamp slaat de therapie niet aan. Via via komt ze terecht bij de alternatieve arts Broekhuizen in Haarzuilens. Voor het eerst krijgt ze weer een beetje hoop. Er is geen sprake van borstkanker, vertelt Broekhuizen. Het gaat bij Millekam om een bacteriële infectie. Binnen 6 weken zal ze genezen zijn. Hij gaf haar homeopathische medicijnen om die bacterie te bestrijden. En dat hielp. Hoe dat kwam, ja, dat weet ik nog steeds niet. Misschien dat je in je hoofd een knop omzet en dat het dan beter werkt dan anders. Maar toch had het in het begin vrij goede resultaten. Alleen niet genoeg. Hij bracht dat ook op een manier waarop ook u dacht, hij heeft gelijk. Absoluut. Ja. Hij was erg zeker van zijn zaak. Dat is pure misleiding. Als klip en klaar histologisch onder de microscoop bewezen is dat het kanker is, dan valt dat nooit meer weg te poetsen, dan is die diagnose daar en dan is het dus nooit veroorzaakt door een bacteriële infectie. Nee, het is kanker. Ja, na verloop van tijd, ik denk dat we toen een maand of twee bij hem onder behandeling liepen. Toen had hij ook wel zoiets van, de borst werd niet kleiner, nam niet af in omvang. En toen stelde hij zelf voor van, je moet misschien toch even op zoek naar een chirurg die eventueel dat operatief kan verwijderen. Hallo, hier is Jomanda. Ik wilde u vragen de ogen te sluiten en te luisteren naar dit liedje. We are all together now. Ze heeft healings bezocht.
Er zijn mensen namens haar naar hearings gegaan. Er zijn heel veel boodschappen ook doorgekomen via de sessies die ik doe, via cadeautjes. Mensen hebben dingen voor haar mogen voelen, mogen afreageren. En op een gegeven moment weet je dan ook dat iets niet anders kan dan dat het gegaan is. Ik heb er op dit moment heel erg veel vrede mee. Er zijn al bepaalde berichten uit de andere wereld, zoals het dan mag functioneren, doorgekomen. Dat alles ook goed is, zoals het is. De verschillende alternatieve therapieën slaan niet aan. Maar toch gaan Nol en Sylvia door op de ingeslagen weg. Vrienden en collega's die kritische vragen stellen, worden op afstand gehouden. Naarmate de tijd vorderde en er weinig resultaat is, Sil nog steeds veel pijn heeft, de borstomvang niet afneemt, krijg je natuurlijk links en rechts te horen van, jongens, weten jullie wel zeker hè, dat je gevoel juist is? Ja, op een gegeven ogenblik neem je wat meer afstanden van de mensen die dat te vaak gaan roepen. Want dat staat natuurlijk je gevoel in de weg. Wij waren ervan overtuigd dat we het juiste deden. En met alle beste bedoelingen van al die mensen moet je dan ook op een gegeven moment wat afstand nemen van dat soort uitspraken. Dus je wilt dat niet horen? Daar komt het wel op neer, ja. Zij heeft altijd gevolgd wat haar hart daarin gaf. En ik denk dat ik wel mag zeggen, als ze meer begrip had gekregen van de reguliere kant, want dan wordt het toch echt gezegd van of het één of niet. En dat vind ik hard. Ik vind dus gewoon dat er een samenwerking moet zijn tussen regulier en alternatief. En het wordt tijd dat het kaf tussen het koor gescheiden wordt. En dat vind ik gewoon misschien, doordat ze haar boodschap uit wil dragen, dat dat eens een keer gebeurt, dat de goede blijven bestaan en de minder goede gewoon ander werk gaan doen. Alternatieve geneeswijze als primaire behandeling, als enige behandeling, zal ik altijd afkeuren. Want ik weet dat dat geen effect heeft. Daarin kan je niet streng genoeg zijn. Maar een samenwerking? Nee, want ik zou niet weten met wie. Met wie van de 200 verschillende mogelijkheden? Waar moet ik dan een keuze maken? Wie is de ware alternatieve behandeling? Weet ik niet. Dus ik zal daar nooit een keuze in kunnen maken, nooit een keuze in willen maken, als primaire behandeling voor bewezen kanker. Millingen aan de Rijn, een klein dorp bij Nijmegen. De laatste 2 maanden van haar leven woont Sylvia Millekam bij Jos Kone en Tony Derksen in huis. Zij behandelen kankerpatiënten met magneetveldtherapie. Dus zodat mevrouw komt voor een magneetveldbehandeling, dat heet de PAP-IMI-behandeling. We hebben het apparaat Lotje genoemd, om verschillende redenen. En dus zodat de patiënt zelf de plekken aangewezen heeft gekregen van mij waar dus het magneetveld toegediend moet worden. En dat halen we meestal uit de papieren van de patiënt. Dan het magneetveld wordt via deze slang naar buiten toegebracht. Het apparaat zelf maakt het magneetveld. En het magneetveld maakt een soort bol aan 2 kanten wat 15 centimeter diep gaat. De magneetvelden zorgen er volgens Kone voor dat tumoren slinken en zelfs verdwijnen. Bij Millekam lijkt de therapie in het begin te werken. Van 12 pijnstillers op een dag gaat ze terug naar 3. Een prognose hebben we nooit kunnen geven. De klacht of de ziekte die Sylvia heeft, die is zo toch duidelijk in beeld geweest. Dat we gewoon gezegd hebben van nou, nee hebben we en ja kun je krijgen. En alle resultaten die positief zijn, dat is mooi meegenomen. En in die sfeer hebben we ook gehandeld. Het is iets die hele tijd eigenlijk duidelijk was voor ons allemaal. Hè, dat het een heel zwaar gevecht was en dat gevecht erop of eronder was. De laatste 3 weken ging het zo snel bergafwaarts met haar lichamelijke conditie. Dat wij wel hadden zoiets van, ja nu moet er echt, ze heeft hulp nodig. Professionele hulp op het gebied van een aangepast bed. Want ze kon niet liggen, ze kon niet zitten. Ze kon niet slapen. Ze had zo'n vochttoename dat ze op het laatst ook niet meer kon staan. Dus ze had echt faciliteiten nodig die het haar zo makkelijk mogelijk maakten. En dat had die dokter natuurlijk niet. Dus toen kregen wij wel het gevoel van, ja, je moet iets gaan doen. Een ziekenhuis is dan het eerste wat je denkt. Of thuiszorg die faciliteiten bij je thuis kan brengen.
Op een gegeven moment kreeg ik wel alarmsituaties. Ik werd ook gemeld. Daar werd ook wel duidelijk iets mee gedaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch een gevoel, er zit vocht, iets is niet oké. Dat heb ik ook gemeld. Nou, toen kwam ze op een gegeven moment in het ziekenhuis terecht, waar natuurlijk vreselijke berichten naar voren kwamen. Wat ik toch ook wel blijf bestrijden. Dus, wat blijft u bestrijden? Nou, ik blijf toch het woord kanker bestrijden, absoluut. Ik heb toch nu ook al bepaalde dingen mogen weten vanuit de andere wereld, dat het toch iets anders was. En dat kan er allemaal op lijken, maar in feite maakt het ook niet meer uit. Maar de weg die zij gegaan is de juiste weg voor haar ziel geweest, absoluut. Hebt u tegen haar gezegd, volgens mij is dit geen kanker? Ja. En hoe reageerde ze daarop? Heel positief, haar eigen gevoel was dat ook. Kijk, en als een mens geraakt wordt in het gevoel, wat dus ook gedeeld werd met meerdere mensen, dan is dat ook zo. Er kwam ook op een gegeven moment uit het bloed helemaal niet dat naar voren. Pure misleiding. Crimineel. Misdadig. Ik heb geen andere woorden ervoor. Als wij met microscopisch onderzoek van weefsel bewezen hebben dat er kanker is, dan is dat kanker en dat kan je nooit meer wegpoetsen. Hoe erg die diagnose, hoe verdrietig, hoe moeilijk die diagnose ook is. En dan is het nooit een bacteriële infectie. 2 weken geleden. Sylvia Millekam wordt overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Daar krijgt ze te horen dat ze nog 2 weken te leven heeft. Het zullen 2 dagen worden. Als ik nu terugkijk vanaf het moment dat het begon is tot het geëindigd is, is moeilijk, want Jacille is overleden. Dus je kunt je afvragen of we de juiste behandeling gevolgd hebben. Maar we hebben er wel van het begin tot het eind in geloofd. En ik denk dat dat voor ons nog belangrijk is. Veel mensen hebben zich de ziekte en dood van Sylvia Millekam aangetrokken. Op een speciale internetsite betuigen zij tot op de dag van vandaag hun deelneming. De vuurwerkramp in Enschede.